Jeroen Veldmaat, jullie winnen vandaag met 2-0 van SC Cambuur thuis. Hoe lekker is dat? Ja, dat is na 6 gelijke spelen, denk ik, is dat eigenlijk waar je het voor doet. Hè? We zitten nu, elke wedstrijd zitten we eigenlijk in de wedstrijd. En moet je wel vaker 3 punten pakken en dat je ze vanavond dan pakt, dat is natuurlijk heerlijk. Waren jullie vooraf ook bang dat het weer zou eindigen in een gelijkspel? Nee, je maakt wel eens een grapje van, nou jongens, als ik jullie was zou ik vanavond op een gelijkspelletje inzetten. Maar nee, daar ben je van tevoren niet bang voor. Je gaat een wedstrijd in om te winnen. En dat is van de week ook aangehaald door de technische staf. Dat het nu wel duidelijk is dat wij van elke tegenstander absoluut kunnen winnen. En dat we daar ook elke wedstrijd voor moeten gaan. Ja, wat is dan het verschil met de afgelopen 6 wedstrijden waarin jullie het niet om kunnen zetten in winst en vandaag wel? Ja, elke wedstrijd is nu natuurlijk weer anders. Hè? Tegen Dordrecht hebben we een voorsprong weggegeven, tegen de Graafschap. Ja, en vanavond valt het ook. Ja, we waren ook erop gebrand. Ik merkte zelf met de jongens om me heen en voor me ook dat deze wedstrijd is het gewoon dood op de gladiolen en komt er gewoon niemand langs. En valt dat balletje misschien ook wel weer net goed. En die andere wedstrijden waren er toch een paar procent dat we niet scherp genoeg waren dat we er wel de doelpunten weggaven. Ja, hoe komt dat dan? Want je bent natuurlijk elke wedstrijd, elke week gebrand op het wissel. Hoe komt het dan dat die procenten allemaal missen? Ja, dat is voetbal, hè. Dat, achteraf weet je het allemaal heel goed te vertellen. Alleen op het moment zelf, voetbal is soms ook een sport waar je veel in de hand hebt, maar niet altijd alles. En dat hebben wij wel een paar keer meegemaakt. Ja, 8 wedstrijden, nog ongeslagen. Maar 6 tegendoelpunten, de minste van de hele competitie. Dat moet je als verdediger goed doen. Ja, daar ben ik wel blij mee. In de voorbereiding werd er veel gesproken over onze aanvallende kwaliteiten, onze voetballende kwaliteiten. Veel gescoord, ook tegen Eredivisie ploegen. Maar kregen we ook genoeg doelpunten tegen. En deze competitie tot nu toe staat het wel aardig. Het kan absoluut beter. Het staat goed. En ik ben heel blij dat we vanavond ook 2 doelpunten maken. En dat we dat vast kunnen houden, want dat geeft gewoon heel veel vertrouwen. Ja, je zegt het kan beter. Wat zijn dan de verbeterpunten voor volgende week? Dat je toch nog langer het initiatief denk ik in de wedstrijd houdt. Je ziet het heel vaak hoor, bij ploegen die voorstaan, die gaan toch ietsjes terug. En degene die achter staat, die neemt toch meer het initiatief. Het zou wel heel mooi zijn als wij een beetje daar doorheen kunnen voetballen. En dat we toch langer het initiatief in de wedstrijd houden. Waardoor we nog gevaarlijker kunnen worden voorin en misschien wel een derde kunnen maken. Ja, maar daar schort het dan jullie dan wel aan dit seizoen. Het aanvallende scorend vermogen. Jullie hebben nog maar 10 keer gescoord. Ik heb gekeken, er zijn voor mij 5 ploegen die minder hebben gescoord dan jullie. Ja, hoe verklaar je dat dan? Enerzijds moet ik ook toegeven dat wij wat aanvallende jongens missen. Waar wij de hele voorbereiding eigenlijk wel mee hebben gespeeld. En dat is altijd een beetje toch weer inpassen met nieuwe jongens. Hoe spelen zij? Bijvoorbeeld een Cas Peters die is bijvoorbeeld gewend om met een andere type spits te spelen. Waardoor hij wat meer diepte kan zoeken. Ja, misschien moet Cas zijn eigen spel daar bijvoorbeeld nu wel op aanpassen. En dat zie je af en toe wel eens terug. Ja, je zei in de voorbereiding scoorde veel, maar kregen we ook veel goals tegen. Nu in de competitie krijgen jullie minder goals tegen. Dus voor mij dan een bewuste keuze om defensief te spelen. Resulteert dat ook in minder goals voor? We hebben wel een variatie ook gemaakt in 2 spelsystemen. Waardoor we eigenlijk achterin altijd wel elkaar kunnen helpen. En niet al te snel 1-op-1 staan. Het is ook gewoon, een voorbereiding is ook gewoon om van te leren. En ik vind wel dat wij de laatste 2-3 maanden wel ontzettend goed met elkaar bezig zijn. Ook op de training. Ook weer veel nieuwe jongens. Ja, dan kan het zijn dat het in het begin, vanaf het begin aan, niet meteen geweldig loopt en dat je aan elkaar moet wennen. En ik vind dat steeds beter gaat. Ja, je zegt, je leert veel de eerste 2-3 maanden. Wat is nou jou het meest bijgeleverd? Wat is nou echt wat je zegt voor jezelf, echt een verbeterpunt de afgelopen weken? Voor ons achterin of voor mij persoonlijk? Voor jou persoonlijk. Ik heb natuurlijk zelf ook een hele periode niet meer gevoetbald. En dat klinkt misschien gek, maar sommige ABC'tjes die je normaal gesproken gewoon uit het niets goed doet. Ja,
ja, daar moet je ook weer eventjes aan wennen. Als je een tijd lang niet hebt gevoetbald en je komt weer in die situaties terecht, dan moet je daar weer even aan wennen. En nou, ik merk dat dat soort dingen gewoon beter gaan. Dat we misschien af en toe wat minder risico nemen in het verdedigen. En wat meer echt het doel bijvoorbeeld verdedigen bij voorzetten en niet te veel gokken. En dat deden we in de voorbereiding nog wel eens. Ja, waar gaat dit eindigen voor FC Emmen dit seizoen? Jullie zijn goed bezig. Jullie treffen volgende week Jong PSV. 2-1 verloren vandaag. Ja. Ja, dat is een goede vraag. Alleen, ja. Ja, volgens mij in de Eredivisie weet je het niet. Kan iedereen van iedereen winnen. En volgens mij in onze competitie is dat nog in het kwadraat. Het is voornamelijk heel erg belangrijk dat wij hiermee verder gaan. En dat we absoluut niet gaan denken dat we nu in één keer... Ja, bij de bovenste ploegen zal maar even horen, want daar moeten wij kaart voor werken. Dus als wij dit kunnen vasthouden, ja, dan kan het hartstikke leuk worden. Gaan wij een paar procentjes weer minder doen, dan vervallen we in oude fouten. En dan kan je gelijk spelen en dan kan je verliezen. En hoe zorgt er nou voor dat de komende weken die procentjes er wel blijven? Ja, ontzettend scherp zijn met z'n allen. Technische staf, jongens, bepaalde jongens in het team die daarin een leidende functie hebben. Ik denk dat je dat gewoon ontzettend scherp moet houden.